Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op dinsdag 18 juni. Het wordt vandaag een zomerse dag. In een groot deel van het land loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. Er zijn er bij zonnige perioden, maar er trekken ook wel wolkensluis voorbij en er ontstaan wat stapelwolken. Vanochtend is het zo'n 19 tot 20 graden en er staat weinig wind. En aan het eind van de ochtend dan is het al zomers warm. Vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 27 tot 29 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit verschillende richtingen die in de lopende dag noordoostelijk wordt. Later vanmiddag en vanavond kan er in het noordoosten enkel onweersbui vallen. Elders blijft het droog en vanavond is het dan nog lang zacht met temperaturen ruim boven de 20 graden. Morgen wordt de lucht onstabiel en krijgen we te maken met zware regen- en onweersbuien, met name in de oostelijke helft van het land. Voor de buien uit wordt het nog wel zo'n 24 tot 30 graden. En verder draait de wind naar het zuidwesten. Donderdag is de warmte weer verdwenen. Het wordt dan 19 tot 21 graden en er vallen nog een paar regenbuien. Vrijdag en zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog en zijn de zonnige perioden. Smiddags dus wordt het dan 19 tot 23 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.